91 procent van de huizen op Sint Maarten is beschadigd door orkaan Irma. En er is een tekort aan alles: eten, drinken en medicijnen. De Nederlandse regering en het Rode Kruis bieden hulp. En dat gaat op deze manier. De Nederlandse regering geeft geld uit aan hulpverlening. Dat gaat via het ministerie van Binnenlandse Zaken. De hulp aan Sint Maarten gaat in drie fasen. Fase 1 is noodhulpverlening. Defensie zorgt voor de eerste noodhulp: medicijnen, water, voedsel en spullen om het leven op Sint Maarten weer op gang te krijgen. Denk dan aan apparatuur om van zoutwater drinkwater te maken. Het is niet duidelijk hoe lang deze fase gaat duren. Dat ligt aan het herstel van voorzieningen op het eiland. Fase 2 is een soort tussenfase. In die fase wordt gewerkt aan noodherstel. Sint Maarten wordt geholpen met de meest basale herstelwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld zeilen op de daken. Ook dit wordt betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Fase 3 is de wederopbouw. De infrastructuur en de gebouwen worden hersteld. Deze fase gaat anders. Eerst wordt er een inventarisatie gemaakt van de schade. Daarna maken Sint Maarten en Binnenlandse Zaken samen een plan van aanpak. Pas daarna wordt er nagedacht over de financiering. Waarschijnlijk wordt een deel geschonken en een ander deel een lening. Het is nu nog niet bekend hoeveel geld de Nederlandse overheid tot nu toe heeft uitgegeven aan de hulp op Sint Maarten. Naast het ministerie van Binnenlandse Zaken is ook het Rode Kruis actief op het eiland. Met gedoneerd geld bieden ze hulp. Het Rode Kruis helpt nu vooral met noodhulp en noodherstel, met dekzeilen tegen de regen, spullen voor snelle herstelwerkzaamheden, zoals golfplaten voor de daken, jerrycans voor het verzamelen van water en keukensets. Het Rode Kruis geeft deze materialen op twee manieren. Uitdelen aan iedereen, dan kun je bijvoorbeeld in de rij gaan staan voor spullen. En hulp op maat. Uitdelen aan mensen die bepaalde spullen nodig hebben. Mensen krijgen dan een kaart met een lijst producten die ze kunnen afnemen of een pas waarmee ze bij bepaalde winkels kunnen kopen. Deze hulp is veel persoonlijker. Het is voor het Rode Kruis nu wel moeilijk om de hulpverlening op gang te brengen. De haven en het vliegveld zijn beschadigd, dus is het moeilijk om goederen op het eiland te krijgen.